Begint. Bart? Ja, misschien een eenvoudige vraag. Heb je een verklaring voor deze eerste nederlaag in zoveel tientallen jaren tegen Nederland? 12. Ik wist niet dat het zo lang geleden was, maar... ik denk dat we goed aan de wedstrijd begonnen. Eerste 20 minuten althans. En ik denk dat ons plan op zich wel werkt om Romelu te isoleren aan die rechterkant. Hij valt dan uit. En ik denk dat rond die tijd ook, dat ligt niet dan per se aan het uitvallen van Romelu, maar Nederland beter in de wedstrijd kwam. En dat ze onder onze druk uit konden spelen en dan ook steeds een vrije man vonden in, zowel aan de buitenkant als in het middenveld. Dus ik moet zelf die wedstrijd ook nog herbekijken en heranalyseren. Maar er ging denk ik niet op één specifiek punt iets mis, maar op een aantal. Ik denk dat, dat we in het begin, de eerste 20 minuten, wel onder die druk uit konden spelen. Vooral aan mijn kant denk ik dat we die overal situatie goed gebruikten. In de tweede helft bleven hun twee spitsen op mij en Toby staan. En hadden we meer problemen om achter hun eerste lijn te komen, zeg maar. En ja, in die tijd, in 10 minuten of een kwartier, nemen we 3 doelpunten. Ja, en plan B is niet iets wat je in de rust bespreekt. Zeker niet als je het gevoel hebt dat je op zich niet slecht in de wedstrijd zit. Die goals in de tweede helft volgen elkaar te snel op. We hadden die 2-0 en dan had Leandro denk ik een goede kans op die 2-1 vanaf de linkerkant. En dan valt aan de overkant direct de 3-0, denk ik. Dus toen was het afgelopen. Peter? Ja, zij hadden inderdaad wel een aantal keer met die uitzakkende spits vooral de mogelijkheid om te draaien. En dan moet eigenlijk een van de 3 centrale verdedigers op dat moment doorstappen. Dat gebeurt inderdaad zeker te weinig. En zo kwam uiteindelijk ook de goal. Dus inzakken als team bedoel je? Maar... De intentie van het team is natuurlijk altijd om hoog druk te zetten. En echt als laag blok spelen, dat hebben we nooit gedaan. We hebben wel vaker gehad dat een team een aantal minuten of een betere periode balbezit had. En toen stonden we eigenlijk compacter en konden we ze op de counter pijn doen. En dat was vandaag ook niet het geval. Wouter. En dan... Ja, Wouter erachteraan. Wouter de Smet, Sportza. Ik heb liever dat het zo vroeg mogelijk gebeurt dan later deze campagne of zelfs aan het einde van het jaar. Dus we zijn gewoon een goed team, maar daar moeten we ook gewoon als team moeten we wel heel hard werken om dat goede resultaat te kunnen bereiken. En op dat gebied is dat wel dan een wake-up call dat we dat moeten blijven doen, dat alles moet kloppen. Willen wij ook een echt goed team zijn. En dat zal deze week wel genoeg geanalyseerd worden. Waarin zit die wake-up call? Gewoon in de uitslag. Als je thuis 4-1 verliest van een team wat denk ik gewoon gelijkwaardig aan ons is. Natuurlijk hebben we het in de afgelopen jaren misschien iets beter gedaan dan Nederland. Maar Nederland is een van de Europese topteams waar wij ons mee kunnen en moeten meten. En als je daar thuis 1-4 van verliest, dan is dat de wake-up call, denk ik. ESPN? Er is al veel gezegd door spelers en coaches over 4 wedstrijden na een lang seizoen, vermoeidheid, noem maar op. Heb je het gevoel dat dat vanavond toch een rol speelde over de energie die jullie op? Nee, dat gevoel heb ik zeker niet. Wij hebben spelers in topcompetities en die heeft Nederland net zoveel. Dus ik denk niet dat het gevoel was. Als we moe waren, dan horen we allemaal moe te zijn, denk ik. En dat zie ik niet als een excuus, zeker niet. Yves? Ja,
een beetje antwoord, maar moeten we ons zorgen maken aan het WK toe? Nee, het WK is nog, nog ver, althans qua, qua dagen dan, niet qua wedstrijden. Dus ik ben blij met die drie resterende wedstrijden nu nog. Het zou echt heel zonde zijn als je nu naar huis moet en niet de kans krijgt om dit recht te zetten. Dus ik vind het fijn dat er nu nog wedstrijden volgen. Oké, een question voor RTBF, Vancouver. Oui, tout le monde était déçu, c'est normal. Ça fait longtemps qu'on a perdu à domicile. Il y a 4 ans, c'est un grand résultat. Donc tout le monde était déçu. On se voit plus tard à l'hôtel. Et comme j'ai déjà dit, je suis content avec les 3 matchs qui restent. Je suis sûr qu'on va parler beaucoup, on va s'entraîner, on doit analyser le match et on va tout faire pour gagner mercredi. Oui, on a joué contre une équipe qui est très forte, qui est de notre niveau. Et on a donné trop d'espace. Je pense qu'on a bien analysé cette équipe. La tactique était bien, mais ouais, les joueurs sur le terrain, on n'a pas assez fait pour éviter ces défaites. Ok. Dank u wel, Jan. Merci. Dan mogen nu de vragen, questions voor de coach.